N18 Roon. Alsjeblieft 2 kilometer de rijbaan. Het gaat gebeuren. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Nog een toevallige belangstelling. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. En met u? Ja, dank u. Ah, dank u. Ah, Jimmy Schipkloof. Ik ben Mike van de Brink van Nobel 18. Nobel 18, wie is dat? Kent u die? Dat is de wegenbouwer. Oh. We hebben nog een mooie verrassing voor u. Oh ja? Ja. Inderdaad, Rudy zei het al, een verrassing voor u. Want we gaan niet om de N18 heen rijden, maar we gaan straks op de nieuwe N18 rijden. Alsjeblieft, ja, dus ik kom direct te zien al. Je gaat alles zien. Alles wat we aan het bouwen zijn, als een van de eerste rijdt hij er straks op. Oh, geweldig zeg. Ja, is dat wat? Ja, dat is leuk? Zeker. Nou, mooi zo. Dat was ik ook benieuwd naar eigenlijk. Ja, natuurlijk. Was een beetje nieuwsgierig of ik dat nog mee zou maken. Ja, nou, je gaat het meemaken. Ja, daarom. Dus nu. Nu. Nou, hartstikke goed. Nou, als u er klaar voor bent, dan stappen we in de auto. Ik ben er klaar voor. Helemaal super. Voor je zit. Ja, tuurlijk, anders zie je het niet goed. Lukt dat? Ja, ze zit erin hoor. Ze ligt nog een beetje, maar. Zo. Zal ik de deur dicht doen? Ja, mag. Straks de nieuwe N18 in Groenlo. Hier? Gaat je van de bestaande N18. Je de hier, Vanuit Lichtenvoorde ga je hier zo rechts naar die kraan toe eigenlijk. Oh, daar? Ja. Nou, links is de eerste fietstunnel vanaf Groenlo gezien. Kunt u zo wat zien? Jawel. Ja, dus hier ga je inderdaad straks vanaf de parallelweg onder de nieuwe N18 door en dan kom je eigenlijk weer uit op de bestaande N18. Dit weggetje was het toch wel, of niet? Nee, dit weggetje is ook helemaal nieuw. Is dit weg waar we nou op zitten? Ja, dat is ook helemaal nieuw. Ja, hier rechts liep de slinger, maar die hebben we ietsjes verlegd. Die slinger, kent u die nog? Ja, die weet ik wel. Ja, die moet nog links. Kijk, dit zijn al 2 nieuwe bruggen. Daar links ziet al de eerste leuningen staan. Dus die is al bijna klaar, die brug. En dit waar we nu overheen rijden is een hulpbrug. Oh. Dat is een tijdelijke brug. Ja, die gaat er ver uit. Ja. Ik vind het zo ontzettend knap die het allemaal leuk gevonden heeft. Dat allemaal kan, hè? Dat het kan. Ja. Ja, dat is toch iets verder. Kijk je nou gewoon deze gewoon volgen? Ja, want er werken zo'n 300 man hier nu op het werk, buiten. Ja. En ook heel veel andere nationaliteiten. Polen, maar ook Sloveen, echt van alles wat. Ze hebben allemaal verschillende bordjes. Dit zijn al de 2 rijbanen van de N18. Met in het midden Berm, komt straks nog geleiderrails te staan, die vangrails. Verloren kerkhof. Ja, verloren kerkhof. Dit is de eerste aansluiting. Hier kunt u straks op de N18 komen. Oh. Aansluiting bij de Laarberg.
we naar lunchen samen. Het lunch gaan we met z'n drietjes doen. Oh ja. Met z'n drietjes naar de Lindeboom. Oh, de Lindeboom. Ja. Langzame beweging maken en doe nog maar een keertje op zitten naar links. Ja, dan langzaam naar rechts. Dat is heel makkelijk of niet? Ja, ja. Je stelt helemaal niks voor. Nee, daar stelt ook niet zoveel voor, maar ja. Is uw wens uitgekomen? Ja, helemaal. Helemaal. Ja, ik ben zeer, zeer dankbaar ervoor, dat zou ik wel vertellen. Ja, het is geweldig. En 18 droom. En 18 droom. Dat zijn wel leuke beelden.